Simon Keizer ligt momenteel zwaar onder vuur van de Juice-kanalen, die beweren dat hij een enorme vreemdganger is. Een paar dagen na de meest verse geruchten daarover, heeft Weekblad Privé nu onthuld dat Nick Simon waarschijnlijk uit elkaar gaan. Ze ontkennen dat vooralsnog niet, op 29 augustus zitten ze bij Jinek en komen ze met een onthulling. Privébaas Evert Santegoets vertelt dat er wat spanningen zijn ontstaan tussen de twee. Niet dat ze met slaande deuren nu naar een optreden gaan, maar als je 40 loopt dan denk je, ik ga eens kijken wat ik zelf kan bereiken, aldus de blademaker in de podcast Strikt Privé. RTL Boulevard deskundige Rob Goossens, de belangrijkste reden lijkt toch te zijn, wat in de beste huwelijken kan gebeuren, namelijk sleur, ze hebben een afspraak met onze goede vriendin Eva Jinek voor 29 augustus, om daar bekend te maken wat ze gaan doen. Dat plannetje is nu een beetje in de wielen gereden door Weekblad Privé. Yvonne Koldewijer stelt dat de juice over Simon te maken heeft met de breuk. Simon is al jaren een enorme cheater, schrijft ze op haar Juice-kanaal. De afgelopen tijd komt dit steeds meer ter sprake en nu gaat sinds een tijdje het gerucht dat Nick niet langer geassocieerd wil worden met het slechte imago van Simon. Simon gaat echt al heel lang vreemd, maar het is pas dit jaar naar buiten gekomen, vult ze aan in haar podcast The Juice Show. Simon en Jantje Smit waren tijdens de opnames van De Zomer Voorbij al continu samen pleiten. Nick was braaf. Simon en Jan waren de hoort op en kwamen dan urenlang niet terug. Die hadden dan twee meisjes gevonden. Volgens Yvonne heeft Simon last van driften. Simon is zo ontzettend actief in het vreemdgaan. Hij is zelfs dwingend. Hij heeft dus een kantoortje en daar heeft hij dus een mancave in gebouwd. Af en toe gaat hij daar dus heen. Je kunt je voorstellen dat als je cheat, je haast hebt. Dan gaat hij dus een chick bellen, hij doet dat altijd op Snapchat. Ze vervolgt, sowieso ronselt hij die chicks, dan heeft hij het nummer en dan gaat hij bellen. Ik heb screenshots gezien, waarin hij 20 keer onder elkaar belt. Dan moet die meid nu opnemen en nu komen. Hij is heel dwingend daarin. Wat heeft Bridget Maasland, presentatrice van RTL Boulevard, erover te zeggen? Bij haar overheerst vooral een gevoel van onmacht. Serieus, ja, jongens, ik kan wel huilen. We zagen net ook al die nummers voorbij komen. Het is het einde van een tijdperk. Waarom gaan ze nu solo verder? Dan kun je toch ook nog als duo blijven bestaan? Nick Simon weigeren om persoonlijk te reageren, aangezien ze op vakantie zijn. Weekendbaas Bart Ettekoven in Shownieuws, volgens mij zit Nick in het buitenland op Ibiza als ik zo zijn Instagram zag en Simon viert volgens mij vakantie in eigen land. Ik zag hem tenminste vorige week nog in Amsterdam lopen.